Johan Buzio was misschien wel de grootste clown die we in Nederland ooit hebben gehad. Hij is ook de inspiratiebron voor, bijvoorbeeld, om maar iets te noemen, van Toon Hermans geweest. Buzio is de kapstok voor een heel veelzijdig programma. En kenmerkend voor Buzio, dat was, hij kwam dus op, stond een tijdje stil en keek in de zaal. En er gebeurde niks. En dat duurde soms 1 minuut, 1,5 minuut. En de mensen lagen dubbel van het lachen. Dus je kan zeggen dat Buzio de Nederlandse Chaplin was. En in 1942 is Toon Hermans begonnen. En wat heeft die ongelooflijk veel geleerd, Toon Hermans, van Buzio. Wat we in dit spektakel, mag ik het wel noemen, wat de mensen zouden mogen verwachten, is een zeg maar gerust totaaltheater. Wij gaan weer terug naar die tijd, terwijl er ook best wel hele moderne dingen in komen. Maar we gaan terug naar die tijd, gewoon weer met 22 man orkest in de orkestbak. We gaan naar een showballet toe, maar vanuit de echte balletopleiding hier uit Rijswijk, van Den Os. Zodat u een soort totaaltheater gaat meemaken wat niet meer te zien is. Nou ja, wat is een revue in feite? Dat is variété. Revue in een variétéprogramma, daar komt acrobatiek in voor. Nou, wij doen ook dingen met acrobaten. Er wordt in gezongen. Er wordt in gezongen door een fantastische Rijswijkse mevrouw. Lena Stallinga heet ze. Die heeft een geweldige act. We hebben een act voor haar geschreven. Dus dat is, er wordt gezongen. Er wordt gedanst door de balletschool. Er worden hele mooie choreografieën. Het is een revue zoals een revue eruit hoort te zien. Natuurlijk hoor je ook de cancan als we in de Moulin Rouge zijn. En vooral door dat rare grote orkest. Maar er komen ook hele mooie cabaretliedjes in voor die precies de snaar raken. Ik durf eigenlijk wel te zeggen dat het uniek is voor Nederland. De ouderen zeggen, oh wat heerlijk, het doet me denken aan. En dat de jongeren zeggen, dit soort programma's, dat kennen wij helemaal niet. Ik heb alles gezien wat er maar in het vak, in de kunstwereld te zien zou mogen zijn. Maar dan moet ik altijd kiezen. Dan moet ik of naar een ballet voor hebben, of moet naar het residentiekers of naar een popprogramma. En bij ons krijg je dat gewoon op 1 avond allemaal te zien. De rol van de RJT en van de balletschool is heel groot in volume en meer dan je denkt in de kwaliteit ook. Het worden ook heel veel gezongen en dat je denkt van, jeetje, wat zijn ze goed zeg. Nog 1 keer, de mensen waarom je moet komen kijken is omdat je iets te zien krijgt wat niet meer bestaat. Het is eigenlijk een voorstelling voor en door Rijswijk.